Kom met de sprookjes. Gisteravond vond in Amsterdam het eerste reunieconcert van het Goede Doel plaats. Ze hadden jarenlang een beetje ruzie, Henk Westbroek en Henk Temming, maar ze stonden gisteravond weer samen op het podium. Het Goede Doel is net als Doe Maar en Toontje Lager een topband uit de jaren 80. Met hits als Gijzelaar, Vriendschap en België. Ondanks het succes lijkt de relatie tussen de zangers Henk en Henk vooral uit ruzie en oneenigheid te bestaan. De twee hebben compleet verschillende karakters. Hij is een detailneuker. Is dat het ene? Oh ja, dat is de beste en de slechtste eigenlijk. Nou, hij is iemand die de dingen zeer goed kan verwoorden. Alleen, meestal op de verkeerde manier. En op het verkeerde moment. De relatie tussen de beide Henken krijgt veel aandacht in de media. Een beetje te veel. Ik heb altijd gedacht dat het om de liedjes ging, maar daar scheen het helemaal niet om te gaan. Het ging om wat wij privé met elkaar hadden. En dat, ja, dat heb ik altijd iets heel raars gevonden. Maar dat is veel belangrijker. En dat is waar, want ze schrijven de enige nummer 1 hit van René Vroeger. Alles kan een mens gelukkig maken. Na het uiteenvallen van de band blijven de heren muziek maken. Henk Westbroek start een succesvolle solocarrière en de andere Henk wordt een veelgevraagd producer. Nu staan ze weer samen op het podium. Zullen de fans nog net zo enthousiast zijn als vroeger? Als ze klappen is het erg leuk. En als ze niet klappen, dan wordt dat natuurlijk al gauw heel vervelend. En dan kijk je maar wat vaker naar elkaar. De jaren 80 revival is goed aan de gang. De sterren van toen zijn de sterren van nu. In elk geval gaat de opbrengst naar het goede doel. De enige reden waarom wij dit doen is natuurlijk gewoon, zoals iedereen al suggereert, voor de poen. Ja, voor de poen. En voor de poen. En omdat Doe Maar het ook gedaan heeft. Het lijkt alsof Henk en Henk de strijdbijl begraven hebben. Worden ze nu beste vrienden? Wij zullen dan ook tot onze laatste ademsnik doorgaan om elkaar te bestrijden, met stront te bekogelen. En zullen we nou samen nog even lekker gaan eten? Ja, je ziet Henk Temming weer kijken, want daar gaat hij weer. Dat vond hij niet dat echt leuk. Dat was vroeger al. Henk Temming heeft ook heel lang gestotterd. Puur uit een soort van Henk Westbroek. Hij kon zo snel van zijn woorden af. En je ziet het nu ook steeds. Als Henk Temming iets wil gaan zeggen, dan zit Westbroek er alweer tussen. Ja, ja. Maar goed, wat ik zelf de mooiste uitspraak vind van de heren over deze reunie is dat ze gezegd hebben, heel lang hebben we begrepen waarom we gestopt zijn. Ja. Maar nu we weer aan het optreden zijn, hebben we iets van, we weten eigenlijk ook waarom we ooit die groep begonnen zijn. Dat vind ik eigenlijk een ontzettend mooie uitspraak heel van succes. Ze hebben een nieuw nummer. Hoe heet het ook alweer? Alle mensen wonen op de aarde. Dat is echt een waarheid als een koe. Daar kun je echt het weekend mee in. John, hoor je dat? Alle mensen wonen op de aarde. Ja. Hele mooie titel. Ik heb ook gehoord dat het morgen op de voorpagina van de Telegraaf staat. Ja. Heb ik gehoord. Ja, dat is waar. Dat is het waar. Ja. Maandag, dames en heren, gaan we in RTL Boulevard kerstinkopen doen met niemand minder dan een van onze eigen diva's. Een van de enige die